De boswachter. Mensen hebben graag een plekje waar ze zich thuis voelen. Ja, logisch. Maar dieren hebben dat ook. Ook dat is logisch. Die willen graag een plekje waar het veilig en warm is. Zeker in de winter. Dan is het koud zoals nu en dan moeten ze kunnen overleven. Want we willen natuurlijk dat ze in het voorjaar weer tevoorschijn komen. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook nog de dieren die een winterslaap houden. De egels bijvoorbeeld en sommige muizen. Ja, het is altijd mooi om te zien hoe ze daar al in de herfst mee bezig zijn. Huisdieren, die moeten natuurlijk ook een lekkere veilige plek hebben. Voor de hond is dat zijn mand. Met een oude doek erin en misschien wat speeltjes. En de poes, die zoekt meestal zelf wel zo'n plek. Lekker op de bank of in het zonnetje op de vensterbank. Ja, Minoes, ik heb het over jou. Ja, rustig maar. Konijnen, die moeten het ook fijn hebben. Hun hok mag nooit in de kou staan. Maar ook niet te veel in de zon. Met een lekker laagje stro erin, een bakje water, wat blaadjes sla, een worteltje en misschien wel iets om mee te spelen. Het is feest, ik heb een konijn. En dat beest is helemaal van mij. Twee lange oren en een huppelstaart heeft mijn konijn. Mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Mijn konijn, mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Het is mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Zet hem op, was er voor jou.